In ons assortiment hebben wij ook een elektrische pomp voor het eenvoudig opblazen van de rubberboot en de airdeck. Deze gebruiken wij altijd. Snel, eenvoudig en altijd de boot op de juiste druk. Door middel van het wieltje kun je de juiste druk instellen voor de boot. De ideale druk voor de tubes is 25 en de ideale druk voor de airdeck is 70. En dat kun je door middel van het wieltje eenvoudig snel instellen. Druk op de knop. En de pomp gaat draaien en slaat automatisch af wanneer de kamers op druk zijn. Ik heb nu een beetje lucht gezet in alle kamers, zodat we de airdeck eenvoudig kunnen installeren. Het airdeck ligt nu goed in de boot en deze gaan we nu door middel van de luchtpomp op druk brengen, zodat hij in de juiste plek in de boot ligt. Momenteel wordt de airdeck snel opgeblazen en zoals je nu hoort schakelt de pomp over naar drukstand, zodat de airdeck onder de juiste druk opgeblazen wordt en schakelt vanzelf uit. Dit model boot is uitgerust met twee kamers. Eén kamer is uitgerust met een overdrukventiel, wat zich hier bevindt. Het is essentieel dat deze kamer als eerste volledig opgeblazen wordt en vervolgens de tweede kamer. De ventielen zijn uitgerust met ringen met daarop informatie hoeveel druk en welke kamer als eerste opgeblazen moet worden. Op dit ventiel staat 1 en op het andere ventiel staat 2. Inmiddels zijn de kamers volledig op druk opgeblazen. Zoals gezegd was het essentieel om deze kamer als eerste onder volledige druk te zetten. Daarmee werkt dit overdrukventiel. Wat er in feite gebeurd is, hier zit een schot. Dit schot staat inmiddels zo bol. Wanneer in deze kamer de lucht zou uitzetten door warme lucht, drukt hij tegen deze kamer aan en zal hier lucht ontsnappen. Zo is de hele boot met één ventiel volledig beveiligd tegen overdruk.